Kom op, Nathan. We gaan die toren in. Hier kom ik er niet in. Sam, help eens een handje. Oké. Eens kijken wat we hier hebben. Sam? Ja, doen we. Dicht gemetseld. Oké, even rondkijken. Het is ook heel belangrijk voor hem. Wow, schitterend. Ik zie alleen geen schat. Kom eraan! Moet je hier eens kijken? Ah, Sint Dismas. Daar is hij weer. En? Wat hebben we hier? Nog meer zegels. Daar is onze vriend Avery. Thomas Two. En dat is... Dat is Adam Baldridge, dat is Joseph Farrow en dat is Richard Watt. Piratenkapiteins. Oké, dus misschien kwamen die piraten hier inderdaad samen, zoals je al zei. Precies, dus... Goed, wat denk je dat we hier moeten doen? Knop drukken of zo, of ergens aan trekken? Misschien een van de armen, of... Ja, probeer eens. Kom op. Jongens... Als jullie zijn uitgeknuffeld met Sint Dismas, misschien kunnen jullie dan beter even hier komen kijken. Het trapezium is vast de vulkaan. En die kroon is King's Bay. Volgens mij is dit een kaart, heren. Verdomme, Victor, je bent een genie. Hoor je dat, Nate? Ik ben een genie. Ja, ja. Oké, dus wij zijn hier.
Deze toren hoort bij Avery's zegel. Oké, dus dan moeten al die andere zegels... torens uit de tijd van Avery zijn. Dat is mooi, want onze schat moet in een van die torens liggen, toch? Ja, maar in welke? Ik tel 12 torens. Hé, Victor? Hm? Jij bent toch niet toevallig overgestapt op sigaretten, hè? We zijn hier blijkbaar niet de eerste. Maak dat je wegkomt! Holy monkey balls. Oh, dat deed pijn. Dat is een bitch. Dat deed echt pijn. Nou. Vliegen, bitch. Jezus. Was dat de laatste? Nou, laten we het hopen. Gaat het? Ja, ja, prima. Sam? Ja, ik ben hier. Hé, hey, wat doe je nou? Hier was ik al bang voor. Ze wisten dus ook van de torens. Locaties, zegels, alles. Oké, wat nu? Wat nu? Nu zijn we de lul. Omdat wij met z'n drieën zijn en zij een compleet leger hebben. En ze hebben een voorsprong. Ja, maar ze weten niet naar welke toren ze moeten gaan. Het zal best, Nathan, maar wij ook niet. Ja, wij wel. Kijk, het is een beetje versleten, hè? Maar het past wel, zie je? Weet je het zeker? Want volgens mij kan het ook die daar zijn. Ja, maar toch. 2 is nog altijd beter dan 12. Oké. Dan ga ik naar deze toren. En jij en Sully gaan naar die daar. Ah, nee. Nee, want Razorman zijn vast al lang bij die torens. Precies. Dus als we een beetje kans willen maken om ze in te halen, dan moeten we opsplitsen. Sam, wacht nou eens heel even. Nate heeft gelijk. Die torens staan aan weerszijden van Kings Bay. Verdomme. Mocht je die gasten van Shoreline tegenkomen, dan geef je ons een seintje, hè? Zie je straks. Kom op, Nate. We moeten snel zijn. Ja.
Oké, daar is de toren. Denk je nou echt dat die hele schat hier gewoon midden op de markt ligt te liggen? Ja, dat zou bizar zijn. Maar we hebben wel gekken gezien. Dat kun je wel zeggen. Nou, dat wordt nog lachen als we straks weer naar huis gaan. Vous êtes pas gêné, vous? Attendez votre tour. Bitch. Faites la queue comme tout le monde. Hey, hallo. Toevallig een piratenschat gezien hier? Hey, nee. Ah, sorry. Maar hij heeft geen geduld. Oh, oh shit. Het spijt me. Ik help wel even. Je veux bien essayer. Bonjour. Ah, je veux bien. Je veux bien. Appels. Kom met z'n appels. Nee. Maar 1500 ariari. Oké, goed. Ah, dank u wel, meneer. Geniet van uw appel en vertel uw vrienden. Hoe is het met jou? Nee. Maar sorry, kom op. Het is een maki. Zeg eens hallo. Echt? Geef je nummer op. Zeker. Wat een twist. Evident. Je bent niet aan het kijken. Je bent 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 aan het kijken. Je kunt ook niemand meer vertrouwen. Het is wel zo. Echt lekker. C'était mon pièce. Ah. Ce sont des haricots de limo tropico. Oui, madame. Vous n'êtes pas à votre place habituelle en bas des marches. Ah, kijk eens aan. Op slot. We zullen naar binnen moeten sluipen. Daarom zei ik ook, sluipen. Sorry. Ah. Hey, even kijken. Dat raam daar is kapot. Hey Sally, hier kunnen we wel doorheen, denk ik. Jezus, dat is best diep. Lukt het een beetje? Ik doe het lekker op mijn eigen tempo. Nou ja, je hebt wel een mooi uitzicht. Oké, eens kijken wat we hier hebben. Edward England zegel, precies zoals op de kaart stond. En wat zoeken we nou precies? Goeie vraag. Ja, inderdaad. En wat hebben we hier? Ah, stier.
Scorpio, Aquarius, Leo, Taurus. Ik heb niet echt lekker bereik in deze stad. Dan wil je zeggen, nou echt niet wachten. Scorpio, toch? Hallo, meneer de Scorpioen. Ben jij de Scorpioen? Nee, je bent een beest. Hoe moet ik jou eerst doen? Zo terug. Nou wat. Hé, moet je zien, Sally. De klok doet het nog. Ja, ik zie het. En kijk maar uit voor die tandwielen daarboven. Doe ik. Jezus Christus. Andere kant van de sloot. Gaat het? Ja, oké. Oké, pas op je vingers, Nick. We zorgen maken. Nee, gaat goed. Echt. Ja, dat heb ik eerder. Oh shit, wel verkeerd. Ah, oh, fuck. Dat is fijn. Oké, pas op je vingers, Nick. We zorgen maken. Nee, gaat goed. Echt. Ja, dat heb ik eerder gehoord. Is dit Scorpio? Nee. Niet op deze manier, doen we op andere manier. Op welke andere manier? Hey, naar beneden moet ik. Voila, maar wel naar beneden. Oké. Neem maar. Deze. Waterman, altijd leuke mensen. Jezus! Er is twee, nog twee te gaan. Eens even kijken. Nou, dat Leo. Leo,
een date mee gehad. Shit, Noren! Leeuw is ontgrendeld. Oké, nog eentje. Voilà, hammer. Kom ik daar. Niet zo. Hoe ik er daar kom. Kom ik daar zo? Nee. Moet ik naar de leeuw komen? Ik haat hoogtes. Hey Sally, al iets gehoord van Sam? Nog niet. Ah, het is vast niks. Misschien is het de telefoon van alleen. Dank je. Hoe kom ik hier verder? Ik mis wat.
je niet in de problemen zit, Sam. Oké, Sally, ik ben er! Gezellig, man. Oké, we gaan. Jezus Christus. Hey Sally. Oh shit. Maar ik heb de deur wel open, hè? Ja, zo kun je het ook doen. Okay. Gaat het? Hey, kijk. De munt. Wil je hem? Ja hoor, waarom niet? Eens even hier beneden kijken. Ik hoop bergen goud en edelstenen. Sam, eindelijk. Alles goed? Ik heb net mijn toren doorzocht. Niks gevonden. Oh? Nou, wij zitten duidelijk wel op de juiste plek. Kom deze kant op. Weet je dat? Oké, kom eraan. Hij komt eraan. Mooi. Sally. Ja, ik kom al. Wow. Hey, zijn dat onze vrienden? Ja. Yep. Henry Avery, Thomas Two. Twee handen op één buik. Stichters? De stichters van wat? Van de slechtste speurtocht ooit. De zegels van Avery en Two. Maar deze zijn niet helemaal hetzelfde. Ja, er zitten van die sterpatronen op. Ze draaien, maar welke kant moeten ze op? Dat is een goede vraag. Piratensymbolen. Adam Baldridge en Bonnie en Christopher Condon. Er zijn te veel combinaties mogelijk. Zullen we kijken wat er achter die deur is?
Ik hoop nog steeds op die schat. Anders ik wel. Hey, kijk, ik had gelijk. Baldridge, Bonnie en Condent. Heel goed. Maar waarom zijn die hier in vredesnaam? Nou, dat gaan we uitzoeken. Bonnie had rood haar. Ja. En moet je die sterren zien? Die lijken op die ster op de zegels van Avery en Two in de andere kamer. Ah, je hebt gelijk. Oh, dat is waar ook. Condent werd hier is nog zo'n sterrenpatroon. Ja, maar deze is anders dan die eerste. Oh ja, goed gezien. Dank je. Wat denk je? Die Avery en Two zegels. De sterren stonden op één lijn, weet je nog? Deze vormen vast ook een lijn. Je weet het niet, hè? Hé, er waren hier best veel piraten, oké? Dus we zitten vast. Nee, dat zitten we niet. Geef je telefoon even. Wat? Ga je een vriend bellen? Bijna. Mijn broer sms'en. Zo. Weet je, dit zijn eigenlijk best mooie schilderijen. Als we de schat niet vinden, kunnen we deze misschien aan een museum verkopen. Laten we die sterrenpatronen zoeken. Hey, Richard Wand. Hij en Baldridge hielden zeker een wedstrijdje om de beste pruik. Hey, ben je nog in de toren? Ja, ik ben net omlaag geklommen. Waarom stuur je me die foto? Ik leg het je later wel uit. Weet jij wie is op die foto? Dolfijnen zijn van Richard Wand. De drietand is Joseph Farrell en de twee handen met die parel horen bij William Mays. Oké, bedankt. Blijf ergens waar je bereik hebt. Misschien heb ik nog hulp nodig. Wacht, Nathan. Heb je de schat gevonden? Nee, nog niet. Maar ik moet hier even iets uitzoeken. Je hoort van me. William Mays. Amerika? Ja, van Rhode Island. Net als Thomas Two. Hey, Sally, help me even. Doe ik. Bedankt. Hangt hij recht? Wie kan het nou wat schelen? Nou, mij. Zo. Moet je die kop van Farrell zien? Had het volgens mij niet erg naar zijn zin. Oké. En wie hebben we hier? Weet je, ik vind het best schokkend dat je dat niet weet.
Ja, ik weet het wel. Ik wil gewoon even checken of Sam het ook weet. Dan voelt hij zich ook een beetje nuttig, snap je? Ah, tuurlijk. Shit, wat is hier gebeurd? Waarschijnlijk is er een toorts gevallen. Kom mee, kijken wat er van over is. Edward England. Dat is een kordaat mannetje. Dat is één. Oh, Sam heeft geantwoord. Nou, zie je nou, Sally? Blijkbaar weet Sam ook niet alles. Huh. Yazid al-Basra. Lijkt Indisch. Bijna. Mongol. Hé, hey, dat waren toch die gasten die Avery heeft beroofd? Eer onder dieven. Ja, alsof daar ooit sprake van is. Huh. Geen naam. Zijn kleding ziet er moors uit. Ik zie de sterren, maar wie ben jij? Ik herken deze vent niet. Hij lijkt een stuk jonger dan de andere piraten. En vier. Oké, ik ben achter twee namen gekomen. We moeten het nog steeds op kunnen lossen. Wat hebben we hier? Weet ik nog niet. Misschien naar Sam sturen? Echt waar? Hé, hey, jij zei dat hij een piraten-expert was. Wat jij wil. Oké, dat is één. En twee. De laatste. Oké, eens kijken of hij er iets van snapt. Weet je, dat lijkt een beetje op... Wacht eens. Wat doe je nou? Je hebt toch al foto's? Hou vast. Avery's recruten hadden geen smartphones natuurlijk. Nee, tuurlijk niet. Dus dit was voor hen de enige manier om een nieuwe aanwijzing te vinden. Dit zijn aanwijzingen. Laat zien. Voilà. Oké, dit zijn passaatwinden. Ja, en dit lijken me breedtegraden. Ja. En ik heb zo'n idee dat we weer onze koffers kunnen pakken, makker. Wat? Rodeus quad licentia. Nee, dat kan niet. Wat kan niet? Oh mijn god, het is zo duidelijk. Nee.
dat ik dit niet eerder heb gezien. Jezus, zou je het met de rest van de groep willen delen? Waar heb je het in godsnaam over? Wacht even. Sam, heb je de foto's? En ik maar denken dat ik het nummer van Sullivan draaide. En opeens neem jij op. Hoe gaat het, Nate? Hey, Rafe. Lang geleden. Hoe kom je in het nummer? Heeft Sullivan het op een bierveeltje geschreven? Was het maar zo. Dan had het me alleen maar een paar shotjes rum gekost. Nee. Ik heb flink moeten betalen om jullie te vinden. Ja. Hopelijk heb je niet te veel geïnvesteerd in die Avery, schat. Ik begrijp dat de concurrentie fel is. Ja, je hebt het een paar keer best handig gespeeld. Maar uiteindelijk gaat het erom wie als eerste Avery schat vindt. Klinkt als een weddenschap. Hey, Nate. Daar ben ik altijd voor te porren, maar mijn partner... Nou, zij is meer van het elimineren van onnodige risico's. Wauw, Rafe Adler, die allemaal's bevelen opvolgt. Oh, wat is er veel veranderd? Luister, Nate, ik doe je dit voorstel maar één keer. Je stopt er nu mee. Je gaat naar huis, geniet van je leven. En ik vergeef en vergeet alles. Want dat gun ik je. Hoe verleidelijk dat ook klinkt, Rafe. Ik ben niet echt iemand die afhaakt als hij een voorsprong heeft. Oké. Rodeus quod licentia, voor God en vrijheid. Dit zijn mooie foto's, Nate. Goeie compositie. Je hebt onze telefoons gehackt. Je hebt mijn kruis gestolen. Luister, Nate. Als jij half zo slim bent, als je denkt dat je bent, dan accepteer je mijn voorstel. Dus zeg het maar. Luister, het was leuk om even bij te kletsen, maar ik heb nog een ander lijntje, dus... Wacht, Nate, nog één ding. Nate! Wat? Je weet toch wel dat jullie telefoons GPS hebben? Ik zie je snel, gozer. Shit. Laat me raden. Er zijn gewapende gekken onderweg. Sam. Voor God en vrijheid, Nathan. Heb je enig idee wat die betekent? Sam, luister naar me. Je moet weg daar. Nu meteen. En vernietig je telefoon. Wat is er aan de hand? Rafe weet waar we zijn. Ik was hier niet kunnen vinden. Sam? Sam! Verdomme. Hey. Ik koop wel een nieuwe voor je. Sally. Ik denk dat dat Sam Storen is. Dat is inderdaad Sam Storen. Vooruit. Kom mee. Hey, sorry. Ja, voor de volgende keer.